familie en vooral beste oratoris. Van harte welkom op deze plechtige, nog niet volledig goed te beluisteren, maar vanaf nu wel, plechtige, maar vooral ook feestelijke zitting voor onze twee inaugurale redenaars, Anthony Pemberton en Gleider Hernandez. Please allow me to extend also a warm welcome to all our international friends and family and colleagues coming from abroad, or often even coming from very far, some of them still in traffic, that is Belgium, but we will meet them soon. We have an impressive program today with two inaugural lectures that simply had to be combined in this one session. We are the Faculty of Law and Criminology, and therefore it is only logical that we will have one inaugural lecture more in the sphere, not exclusively, but more in the sphere of criminology, and one more in the sphere of law. One will be in Dutch and the other one in English. I want to stress that this is not out of necessity. The one in Dutch could have been delivered in English, as in fact it will be delivered by an Englishman. The one in English could have been delivered in Dutch because the person bringing it is fluent in Dutch. However, this reflects our wish to serve our home community as well as the International Academic Forum. I will now continue in Dutch, but halfway through the session we will switch to English. Graag leg ik u nog even uit waarom we deze nieuwe formule van inaugurale redes hebben voor de eerste keer vandaag. Want zoals u weet wil de traditie dat er drie inaugurale redes zijn tijdens de facultaire nieuwjaarsreceptie. Wij behouden die traditie, wees gerust, wij behouden die traditie. Maar omdat wij zoveel fantastische nieuwe collega's benoemen, voegen we er een nieuwe traditie aan toe. En die nieuwe traditie begint vandaag en is een formule waarbij de inaugurale redes langer mogen duren, dus niet zo kort als tijdens de nieuwjaarsreceptie, maar ongeveer dubbel zo lang, zodanig dat we echt grondig over een bepaald onderwerp kunnen spreken en niet verdrinken in het geheel van zoveel andere zaken die tijdens die nieuwjaarsrecessie sessie moeten plaatsvinden. De personen, de redenaars, zijn dan ook in staat om meer mensen uit te nodigen enzovoort. Deze nieuwe formule heeft voordelen. Wij hebben gevraagd wie kiest voor welke formule en de twee sprekers vandaag kozen meteen voor deze formule. Waarvoor van harte dank. Ik leid nu professor Dr. Anthony Pemberton in. Hij is hoogleraar criminologie aan onze faculteit rechtsgeleerdheid en criminologische wetenschappen. Wij willen de wetenschappen. Hij is senior onderzoeker aan het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving in Amsterdam. Hij houdt zich al 20 jaar lang bezig met het onderzoek op het terrein van de victimologie, de slachtofferkunde en het herstelrecht, restorative justice, zoals wij het goed kennen. Hij is politicoloog, hij is criminoloog, hij is Nederlander en hij is Brit. En hij houdt zich bezig met vraagstukken vooral op het domein van de narratieve victimologie, de culturele victimologie, en hij gaat ons allemaal uitleggen wat dat is. Hè. Het snijvlak tussen ethiek en victimologie en de ontwikkeling en de uitbouw van het herstelrecht. Als je 20 jaar bezig bent, heb je natuurlijk vele, vele functies. Dat is hier niet anders. Ik noem er enkele. Hij is lid van het bestuur van de Wereldorganisatie van Victimologie, de World Society of Victimology.
en van Restorative Justice Nederland. Hij is voorzitter van de Bianchi Herstelrechtsstichting en vicevoorzitter van het Europese onderzoeksnetwerk Cultures of Victimology. Hij heeft al 10 doctoraatsprojecten tot een succesvol einde gebracht en hij is op dit moment promotor van nog eens 13 doctoraatsprojecten. Dat vinden wij heel belangrijk, veel dank daarvoor. Wij vinden het belangrijk, grote professoren leiden ook de nieuwe generatie op en dat doe jij op bijzonder productieve wijze. En wij vinden dat zeker in Leuven erg belangrijk, omdat wij een lange traditie hebben hier in de victimologie en in het herstelrecht. En daar zijn vele namen die mogen genoemd worden. Collega Tony Peters, collega Lode Walgraven, collega Ivo Aartsen, hier ook aanwezig, collega Stefan Parmentier, hier aanwezig en natuurlijk nu en voor de toekomst onze orator. In zijn oratie van vandaag, Victimologie als wetenschap, wil collega Pemberton met u op zoek gaan naar de vraag naar de slachtofferervaring. Wat is slachtofferschap? Maar dit is niet de eerste inaugurale lezing van collega Pemberton. In 2015 al, bij zijn aanstelling als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, hield hij ook een oratie, Victimology with a Hammer, the Challenge of Victimology. En hij stelde toen 2 uitdagingen voor, een uitdaging van de victimologie aan anderen en een uitdaging voor de victimologie. De uitdaging van de slachtofferervaring aan de instituties, en dan vooral, als ik het goed begrijp, de rechtsinstituties die hier massaal vertegenwoordigd zijn. Dus u zult uw boodschap op dat vlak zeker kwijt kunnen. Uitdaging van de victimologie aan anderen. Maar anderzijds ook de uitdaging van het in beeld krijgen van die slachtofferervaring. Uitdaging voor de victimologie. En vandaag gaat hij vooral met u delen wat hij de afgelopen 8 jaar op het vlak van die tweede uitdaging heeft geleerd. Beste Anthony, welkom. Welkom ook aan jouw familie, vrienden en collega's. We hebben er al enkele mogen ontmoeten, ook uit het buitenland. Je hebt het woord. Het is echt een heel erg tof moment dit. Het moment dat je hier mag staan in onze zaal, in onze prachtige faculteit van KU Leuven, met die prachtige woorden van onze decaan. Als eerste heb ik het idee dat ik toch wel heel erg kippenvel heb. Ik ga niet heel erg uitgebreid even over mijn gevoelens staan praten. En dan denken jullie ook van ja, waarom zijn we nou helemaal naar Leuven gekomen? Ik ga even de dingen aan doen. Praat ik gewoon in het ding. Ik ben wel goed te verstaan, hè? Toch? Ja. Achterin ook? Nee? Nee, dat zie je. Dat gaat nooit goed. De batterij is erop. En als ik dan hier bij het ding blijf staan, ja, ik beweeg altijd heel veel, dus dat is dan altijd wel even. Ja, maar dat beweeg ik ook te veel voor. Ik moet eigenlijk eens echt een headset hebben. En dan ga ik ook mijn bril even opdoen, want anders kan ik mijn oratie niet lezen. Goed. Ja, nou zie ik jullie natuurlijk allemaal niet meer, want het is alleen een leesbril. Alright. Oké, een beetje valse start. Maar ja, zijn er mensen die me vaker gewend zijn, is ja, chaos, dat hoort er altijd een klein beetje bij. Dear Dean,
Dear colleagues, friends, dear ladies and gentlemen, thanks to all of you for being here today. And thanks for the honor of being allowed to speak in this session with my dear colleague, Glider Hernandez. I have to start with two apologies. First, to apologize to English language speakers, as I have opted to follow tradition a bit and deliver this lecture in Dutch. En vervolgens moet ik me dan verontschuldigen voor het feit dat mijn Nederlands natuurlijk gepaard gaat met een naar Rotterdam riekend accent. Het zal u niet verbazen dat ik slechts bij hoge uitzondering voor Vlaming word aangezien. Het is echter niet alleen de traditie die me genoopt heeft om de komende 40 minuten victimologie als wetenschap aan u in het Nederlands voor te stellen. Het zal onderweg duidelijk worden dat die titel, die steeds op verschillende manieren terugkomt in het verhaal, zich eigenlijk niet goed laat vertalen naar het Engels. De noodzaak tot het Nederlands begint al bij het woord wetenschap zelf. Het Nederlandse woord wetenschap, zie ook het Duitse Wissenschaft, wordt vaak als synoniem met het Engelse science gebruikt, maar heeft een bredere betekenis. Dingen die te weten zijn, realiteit die te ervaren is, ook zonder dat er een wetenschappelijke methode aan te pas komt. De uitzondering op de regel, de NS1-gevalsbeschrijvingen, de ervaringsdeskundigheid. Elke stap in de richting van abstractie en contextonafhankelijkheid in de victimologie dient zich bewust te zijn van het feit dat mensen nooit een abstracto slachtoffer worden. De victimologische ervaring is fundamenteel concreet. Die titel heeft in de tweede plaats te maken met het feit dat elke positieve wetenschap vertrekt vanuit een posit. Een veronderstelling over wat het bestudeert, wat het wezen is van waarnaar we onderzoek doen. Voordat we onderzoek doen naar slachtofferschap, hebben we al een idee van wat slachtofferschap is. Dat idee slaat neer in onze definities, modellen, mechanismen en meer in het algemeen waar we naar kijken als we onderzoek doen. Maar in alle gevallen geldt dat die veronderstelling van waaruit we vertrekken net buiten het bereik blijft van de positieve wetenschap zelf. In ons geval, wat is slachtofferschap en wat in het wezen van mensen maakt dat zij slachtoffer kunnen worden? Een goed voorbeeld van een relevante posit, wat het wellicht meteen verduidelijkt, ligt in het medicaliseren of therapeutiseren van de ervaringen van slachtoffers. Ik heb enorme bewondering voor het werk van collega's in het medische en klinisch psychologische veld en de inzichten die hun werk oplevert voor de slachtofferervaring. Tegelijkertijd houdt het frame van trauma en PTSS een risico van vernauwing van de blik op slachtofferschap tot termen die samenhangen met een geestelijke stoornis. Veel, maar zeker niet alle slachtoffers kunnen getraumatiseerd raken door een ervaring, maar slachtofferschap en trauma zijn zeker geen synoniemen. Een ander voorbeeld is het begrijpen van slachtofferschap als de overtreding van een strafrechtsnorm. Hier worden de ervaringen van slachtoffers gekaderd als een afgeleide van bepalingen in het strafwetboek. Maar nog afgezien van de bekende kritiek op het sociaal geconstrueerde karakter van het strafrecht, brengt dit ons dan ook op het dwaalspoor dat het meemaken van bijvoorbeeld een verkrachting erg is omdat het de strafnorm overtreedt. In plaats van te bedenken dat het gedrag strafbaar is of zou moeten zijn omdat het meemaken van een verkrachting erg is. Dat inzicht verstekt alleen maar het belang van het beeld in het beeld krijgen van die posit van de slachtofferschap en de weg naartoe wordt geplaveid door het uitwerken van de fenomenologie van de slachtofferervaring. Dat is ook wat ik van plan ben vandaag en daarover dadelijk veel meer. Maar het belang daarvan wordt alleen maar versterkt door het inzicht dat de slachtofferervaring zelf in zekere zin een fenomenologische methode is. De Israëlische filosoof Avi Carel wees op de wijze waarop het meemaken van een levensbedreigende ziekte inzicht kan geven. Niet alleen in de ervaring van ziekte zelf, maar ook in het leven zonder die ziekte. Omdat de vanzelfsprekendheden door het contrast met de ziekteervaringen dat duidelijk maken. Dat komt ook terug in de gedachtegang van medisch ethicus Edmund Pellegrino, die de ervaring van een levensbedreigende ziekte als een ontologische aanval omschreef. Als we gezond zijn, stelde hij, zijn we één met ons lichaam. Facing the world and acting on it in essential unity. Ziekte verstoort dit. Hierin ervaren we desintegratie en een gebrek aan eenheid.
In plaats van één met ons lichaam, komt onze lichamelijkheid in de weg te staan van onszelf en onze relatie met de wereld. Maar juist door het wegvallen van die vanzelfsprekendheid van het lichaam, kunnen ons bewustzijn worden van wat de ervaring van lichamelijkheid eigenlijk inhoudt. In Pellegrino's optiek kent de term ontologische aanval daarmee een dubbele betekenis. Het bedrijf onze ontologie, wat hij als ons fysiek bestaan interpreteerde, maar juist door wat het bedreigt, legt zij deze ook bloot. Toen ik het werk van Pellegrino en Carrel voor het eerst las, was het me meteen duidelijk dat een dergelijke manier van denken ook van toepassing is op de ervaring van slachtofferschap. De term ontologische aanval en kluis. Het past ook bij de notie transformative experience, een transformatieve ervaring, van Harvard-filosoof Leslie Ann Paul. Paul wijst met dit begrip op het soort ervaring die tegelijk persoonlijk transformatief is, omdat het je waarden, behoeften, voorkeuren en daarmee je identiteit fundamenteel verandert. Maar ook epistemisch transformatief. Het levert kennis en begrip op die vooraf niet beschikbaar was en zelfs ontoegankelijk is, omdat het afhangt van het meemaken van die betreffende ervaring. De hoofdpersoon van deze oratie, Susan Bryson, die zelf slachtoffer werd van een verkrachting en poging tot moord, stelde hierover het volgende. It's been hard for me as a philosopher to learn the lesson that knowledge isn't always desirable, that the truth doesn't always set you free. Sometimes it fills you with incapacitating terror and then uncontrollable rage. De slachtofferervaring is daarmee ook zelf een manier om wetenschap te verkrijgen, breder dan de ervaring van slachtofferschap alleen. Daarmee wil ik overigens op geen enkele manier de indruk wekken dat de slachtofferervaring positief moet worden opgevat. Een beetje in de trant van toch fijn dat je er wat van opsteekt. Ik zal later nog een paar keer naar de Auschwitz-overlevers Primo Levi en Jean-Marie verwijzen. Hun beide zelfmoord, decennia na Auschwitz, is niet los te zien van de wijze waarop zij in de verschrikkingen van het kamp een dieperliggende realiteit hebben ontwaard, die hen uiteindelijk noodlottig is geworden. De hoofdpersoon van deze oratie, de filosoof Susan Bryson, heeft hiermee al haar intrede gedaan. En het boek Aftermath, Violence and the Remaking of a Self, maakt zij een filosofische analyse van haar slachtofferschap van verkrachting en poging tot moord, begin jaren 90 tijdens een vakantie in Frankrijk. Het is een uniek boek waarin Bryson haar eigen ervaring aangrijpt om haar filosofische kennis, inzicht uit de cultuur- en geesteswetenschappen en gevalsbeschrijving van andere geweldslachtoffers in te zetten voor een diepgaande reflectie op de slachtofferervaring. Welke wetenschap ligt er in de slachtofferervaring besloten? Zij nodigt in het boek nadrukkelijk anderen uit om op haar ervaring verder te reflecteren en door te denken. En in de rest van deze oratie probeer ik dat met u te doen. Waarbij ik haar werk samenlees met inzichten die ik ontleen aan grootheden uit de fenomenologische traditie van de 20e eeuw. Met name de filosofen Martin Heidegger en Immanuel Levinas. Ik moet er wel op opmerken dat ik nadrukkelijk geen exegese van hun denken beoog. Nog afgezien van de vraag of ik daar wel toe in staat ben, zouden we hier dan nog wel de hele avond met elkaar zitten. En er is ook nog een mooie receptie waar u wellicht ook dadelijk allemaal heel erg aan toe bent. Dus daar wil ik natuurlijk ook niet in de weg zitten. De volgende citaten van Bryson structureren hierbij mijn verhaal. En de eerste plaats de vraag die zij stelt: How can a life-threatening event become self-annihilating? De ervaring van tegenstelling als volgende, in haarzelf die ze beschrijft. I was no longer the same person I was before the assault, and one of the ways I seemed changed was that I now had a different relationship with my body. My body was now perceived as an enemy, having betrayed my newfound trust and interest in it, and as a site of increased vulnerability. En, als derde, het belang van de andere, zoals zichtbaar wordt in haar ontdekking van zichzelf als een zelf, als een zelf, that is sustained and created by others, but thereby can also be destroyed by them. Om met het eerste te beginnen. Bryson maakte op verschillende plaatsen in haar boek een verwijzing naar haar eigen sterven. Een van haar hoofdstukken heet Outliving Oneself, waarin ze aangeeft het gevoel te hebben door te leven nadat haar leven eigenlijk ten einde is gekomen. En het epigram bij dat hoofdstuk is eentje van Charlotte de Beau, die Auschwitz overleefde, die zegt: I died in Auschwitz, but no one noticed. Bryson stelt dat zij zichzelf te graven droeg.
I'm not the same person who set off singing on that sunny 4th of July in the French countryside. I left her in a rocky creek at the bottom of a ravine. Dat is waar ze was aangevallen. Het gegeven dat Bryson bijna het leven verloor, de dood in de ogen zag, lijkt een interpretatie als van Pellegrino te wettigen. Een ontologische aanval als bedreiging op het fysieke bestaan. De plotsklapse confrontatie met de realiteit van je fysieke einde kan een louterende ervaring zijn, met verstrekkende gevolgen. Een gedachte die ook centraal lijkt te staan in de filosofie van Martin Heidegger. Jean-Paul Sartre zag het terugkerende thema van de dood bij Heidegger en interpreteerde dat als het onderscheid tussen de zelf-evidente, maar weinigzeggende observatie dat fysiek leven ten einde komt, wat Heidegger verenden noemt. Met het ruw ontwaken, de onheimische en individualiserende realisatie dat ik dood zal gaan, wat Heidegger ableben noemt. Die individualisering, het besef dat je dood niet kan ruilen voor dat van iemand anders, is voor Sartre belangrijk, want dat maakt dat dit besef de opmaat is naar een mogelijk authentiek bestaan. In de wetenschap dat je leven eindig is, kun je de zaken opnemen die er voor jou echt toe doen en die jou zullen maken tot de persoon die je bent. Het is een interpretatie die op veel plaatsen opduikt, maar het is volgens mij niet de juiste. Het gaat voorbij aan het feit dat een kerngedachte van Heidegger is dat de existentie van mensen niet samenvalt met hun fysiek bestaan. In Sein und Zeit reserveert hij voor die existentie de term Dasein. Wat ik vanwege de beperkte tijd maar even samenvat in de termen van Kevin Aho. Dasein is not an objectively present substance with what-like characteristics, but a unique and self-interpreting activity or way of being that already dwells in a context of social historical meanings. Existentie is dan niet zozeer een kwestie van wat ben je, maar hoe ben je? En mens zijn is eerder te begrijpen als een betekenisvolle activiteit dan naar een vraag naar een biologische beschrijving. Maar dit heeft ook consequenties voor de betekenis van de dood bij Heidegger. Hij gebruikt de term sterben voor de dood van Dasein. Daarmee wordt dan niet een fysiek einde bedoeld, maar een ineenstorting van betekenis zelf. Als het existentie een betekenisvolle activiteit is, is de dood van die existentie een ineenstorting van betekenis zelf. Wat tot einde komt, is dan niet zozeer het fysiologisch functioneren, maar de mogelijkheid om zin en betekenis te geven aan jezelf en aan de wereld. En de individualisering die hier plaats heeft, is dan niet het gevolg van de wetenschap over een toekomstige eenzame dood, maar van de confrontatie met de mogelijkheid van een radicaal gebrek aan verbinding met de wereld van betekenis in het hier en nu. Bryson's vraag, how does a life-threatening event become self-annihilating, heeft betrekking op dit onderscheid. In het eerste gaat het over de bedreiging van het fysieke bestaan. Het dreigde ableben immers. Het tweede gaat over sterben. Bryson omschrijft de ineenstorting van betekenis in haar leven als volgt. I adventured outside the human community, landed beyond the moral universe, beyond the realm of predictable events and comprehensible actions, and I did not know how to get back. Het is ook hetgeen centraal staat in de bekende, maar daarmee niet minder nare anekdote van Auschwitz-overlever Primo Levi. In enorme dorst probeerde hij een ijspegel te pakken, om volgens mee te maken dat een van de kapo's de pegel zomaar uit zijn handen sloeg. Toen hij vervolgens vroeg aan de kapo waarom hij dit had gedaan, antwoordde hij met de woorden, hier is kein warum. Het staat symbool voor de wijze waarop in Auschwitz de betekenis zelf ten grave werd gedragen. Slachtofferschap zou daarmee goed omschreven kunnen worden met een ervaring van betekenloosheid of wellicht met anti-betekenis. De eerste wetenschap die in de slachtofferervaring besloten ligt, is dan ook de broosheid van betekenis. Wat ik in het volgende deel wil betogen, is dat de betekenisloosheid te maken heeft met de wijze waarop slachtofferschap een tegenstelling creëert in het zelf. Het citaat van Bryson, wat ik eerder aanhaalde, illustreert een dergelijke tegenstelling in haar lichamelijkheid. Voorafgaand aan de aanval wilde Bryson met haar man zwanger worden. Daarna, I was no longer the same person I was before the assault. And one of the ways I seemed changed was that I had a different relationship with my body.
My body was now perceived as an enemy, having betrayed my newfound trust and interest in it and as a site of increased vulnerability. Anders gezegd, Brysons lichaam was haars komen te staan op de betekenis die ze aan haar lichamelijkheid geeft. Of weer anders gezegd, het lichaam dat Bryson is, kwam in tegenstelling te staan tot het lichaam dat ze heeft. Dat was tijdens de aanval zo, waarin de verkrachter haar de controle over haar lichaam ontnam en daarmee dus het lichaam dat ze heeft. Terwijl zijn aanval gericht was op het lichaam dat ze is en haar daarmee dwong zich te vereenzelvigen met dat lichaam. De verkrachter nam het bezit van het lichaam van Bryson over en liet haar achter als een geobjectiveerd en hulpeloos lichaam. Maar het citaat maakt ook duidelijk dat de tegenstelling in haar lichamelijkheid ook na de aanval doorduurde. En zoals ik hoop te illustreren, ook betrekking kan hebben op andere elementen van haar bestaan dan alleen haar lichamelijkheid. Dit lijkt me te kaderen in het denken van Emmanuel Levinas, die in zijn vroege werk On Escape wijst op de dubbelheid van ons wezen. We zijn ons bestaan en we hebben ons bestaan. En de titel van On Escape doelt op het feit dat we ons niet kunnen ontworstelen aan het bestaan, ook niet en juist wanneer dat bestaan een last is. We zijn vastgeklonken aan onszelf. In mijn optiek wordt dat in de situatie van een verkrachtingsslachtoffer navrant duidelijk. Het feit dat je een lichaam bent, wordt immers tegen je gebruikt. En ook hier is het onderscheid in de vraag van Bryson, how does a life-threatening event become an experience of self-annihilation, cruciaal. Omdat Brysons leven bedreigd werd, zijn we geneigd dit in termen van het einde van haar bestaan te interpreteren. Maar in de dubbeling van Levinas ligt een andere interpretatie besloten. Het is niet zozeer de confrontatie met het einde van het bestaan, maar de confrontatie met het bestaan zelf. Zoals Levinas scholar Nicholas de Warren recent beschreef, is er een doodgewicht aan ons bestaan dat zich aan betekenis onttrekt. A meaningless dead weight within. In On Escape beschrijft Levinas de confrontatie met het zelf en dat zelf en de onmogelijkheid om daaraan te ontsnappen aan de hand van een aantal ervaringen. Slapeloosheid, misselijkheid en meest direct wezenlijk voor ons onderwerp, de schaamte. Voor Levinas is de schaamte een confrontatie met jezelf. Die bestaat in de ervaring van de noodzaak om te vluchten voor jezelf, om je voor jezelf te verstoppen, die tegelijkertijd een realisatie inhoudt van de onmogelijkheid van een dergelijke vlucht. Ook bij Levinas kan die confrontatie te maken hebben met het lichaam. Iets wat hij illustreert aan de hand van Charlie Chaplin's City Lights. In een nog steeds bekende scène, dus bijna 100 jaar oud, slikt Chaplin een fluitje in, waarna hij steeds oncontroleerbaar en fluitend geluid maakt. Als teken van de wijze waarop zijn lichamelijkheid zich in geluid aan zijn controle onttrekt. En een veel donkerere versie van de anekdote van Chaplin schreef filosoof J.M. Bernstein de schaamte van slachtoffers over de schaamte van slachtoffers van marteling, waarin ook de controle van het lichaam verdwijnt en de slachtoffers achtergelaten worden met een ervaring van hun eigen lichaam als een involuntary thing. A thing of spasms, howls, leaks, bursting en shriveling. Marteling en verkrachting markeren daarmee de tegenstelling tussen het lichaam dat je bent en het lichaam dat je hebt. En ik zei al dat die tegenstelling niet enkel betrekking heeft op de lichamelijkheid. Een illustratie daarvan zit in het bekende verhaal van Sophie's keuze. En dat is het verhaal van de Joodse Sophie die door een nazi gedwongen wordt te kiezen tussen de dood van haar zoon of de dood van haar dochter. Het is een fictief voorbeeld waarvan er in de kampen in de Tweede Wereldoorlog helaas vele vergelijkbare waren, reële waren. Bryson situeert haar ervaring dan ook nadrukkelijk in dit kader, waarin ze ook verwijst naar het verschrikkelijke verhaal van Ruth Elias. Haar pasgeboren baby werd in een experiment van Jozef Mengele gebruikt om te zien hoe lang het duurt voordat een kind doodhongert. Een week lang moest Ruth dit aanzien, waarna ze van een dokter wat morfine kon krijgen en daarmee haar eigen baby uit zijn lijden verlost. Cruciaal is hier een opmerking van de filosoof Eliza Tesman, die vaststelt dat het dilemma van voor Sophie vaak in de verkeerde termen wordt gegoten. Het gaat over hoe ze gehandeld heeft, gekozen heeft, of er wel een goede keuze was. Tesman stelt daar het volgende tegenover. If a question about Sophie's choice can reach the point of articulation at all,
It is something more like, how was Sophie destroyed by the choice that confronted her? Voor Bryson levert deze situatie een tegenstelling op tussen moeder zijn en moederschap als een betekenisvolle identiteit hebben. Sophie en Ruud Elias waren moeder, deden wat niet anders kon in het kader van hun moederschap, maar ervoerden desalniettemin een verlies van moederschap als een betekenisvolle identiteit. Maar als zelfs moederschap geen betekenisvolle identiteit is, wat dan nog wel? De vermorzeling van Sophie of Ruth Elias gaat verder dan hun ervaring van moeder zijn en ontwrichtte hun ervaring van betekenis aan zich. De ervaring van betekenloosheid, van de ineenstorting van betekenis door slachtofferschap, lijkt me daarmee geworteld in de wijze waarop het bestaan zelf in tegenstelling kan komen te staan met de betekenis en de wijze waarop slachtofferschap slachtoffers confronteert met die tegenstelling. Ik maak daar nog één laatste opmerking voordat ik met u doorga naar het belang van de ander. Dat ontleen ik aan het prachtige essay Resentments van Jean Amaury. Amaury was eveneens een overlever van de Shoah, van marteling en daarna van Auschwitz. En ook bij hem is de tegenstelling tussen betekenis en bestaan terug te lezen. De resentments uit de titel zijn nadrukkelijk meervoud. Want Amaury's wrok richt zich niet alleen tegen zijn folteraar, de SS'er Weiss, maar ook tegen de betekenisgeving zelf. Hij maakt helder dat voor hem de enige daadwerkelijk betekenisvolle actie gelegen zou liggen in het terugdraaien van de tijd en een feitelijke tenietdoening van het geweld dat hem is aangedaan. Maar hij realiseert zich terdege dat dat niet kan. Dat de betekenisgeving van hem vraagt dat dat onmogelijk is. En dat dit zo is, is geen zwakte bot van hemzelf, maar van de betekenisgeving. Ik zou dat ook anders kunnen zeggen. Van Immanuel Kant hebben we steeds meegekregen dat ought implies can. Wat je behoort te doen is iets wat mogelijk hoort te zijn. Amaury's punt is juist de tegenstelling tussen ought en can. Dat levert voor hem een ervaring van het failliet van de normativiteit op. Net als Bryson ziet Amaury dat de enige manier om verder te gaan is te accepteren dat er geen weg terug is naar de persoon die hij was voor zijn slachtofferschap. Hij zegt dat the genuine human dimension the future is, de toekomstgerichtheid. Maar hij kan niet nalaten de nadrukkelijke onrechtvaardigheid hiervan te onderstrepen. Als de enige weg uit zijn slachtofferschap is zijn voormalige zelf definitief ten grave te dragen, dan maakt hij in zekere zin immers het werk van zijn folteraars af. Amaury en Primo Levi gingen uiteindelijk aan hun ervaring van blootstelling aan een verschrikkelijke realiteit ten onder en pleegden zelfmoord jaren na de Tweede Wereldoorlog. Maar zoals de ondertitel van Bryson, The Remaking of a Self, weergeeft, ziet zij een uitweg. Ook al is die uitweg juist cruciaal moeilijk in de slachtofferervaring. Veel van wat ik eerder gezegd heb zou ook kunnen gelden voor ervaringen van levensbedreigende ziekte, ouderdom of een natuurramp. Ook hier kan betekenisverlies optreden en ook hier kan dat betekenisverlies zitten in de tegenstelling tussen een lichaam zijn en een lichaam hebben. Dat geldt ook voor de wijze waarop slachtofferschap onze sociale ontologie blootlegt. Een betekenisvolle wereld is een wereld gedeeld met anderen. Zoals het citaat van Bryson aangeeft, a self that is sustained and created by others. Ook hier is een verwijzing naar Levinas op zijn plaats. Daar zijn later werken zoals Time and the Other, Totality and Infinity and Otherwise than Being, de ethische relatie met de ander, als het antwoord presenteerde op de vraag die in On Escape centraal stond. Bij Hannah Arendt zien we ook het being with, het zijn met de ander als de plek waar de menselijke conditie van handelen, nataliteit en vrijheid mogelijk worden. Slachtofferschap interfereert hierin. Slachtoffers ervaren een plotskapse breuk met de sociale wereld, die ook wel als radicale of ethische eenzaamheid is omschreven. Dat laatste is ook de titel van het boek van Levinas-kenner Jill Stauffer, die de ervaring duidde als being stuck with myself alone in my human frame. En Bryson stelt daarover vast that the main reason all of us, especially women, have to fear violent intrusions by others is that they severely impair our ability to be connected to humanity in ways we value. Die afstand is voor een deel een gevolg van de wijze waarop de slachtofferschap een transformatieve ervaring is. Dat je het zelf moet hebben meegemaakt om eigenlijk te begrijpen wat die situatie is. Verkrachtingsslachtoffer Alice Siebold stelde hierover vast, I was now on the other side of something they could not understand. Maar die ervaring wordt ook nog versterkt doordat het de ander is die in de slachtofferervaring bewust veroorzaakt. Het betekenisverlies en de tegenstelling tussen betekenis en bestaan worden niet door pech of door ongeluk of een virus
veroorzaakt, maar intentioneel door de ander. Slachtofferschap toont de sociale kern van betekenis precies op het moment dat het de ander is die ons van die betekenis berooft. De reden dat juist Auschwitz symbolisch komt te staan voor de ultieme uitdaging voor onze betekenisgeving ligt wat mij betreft hierin besloten. De weg uit het dode gewicht van het bestaan ligt in de relatie met de ander, maar in slachtofferschap is het juist de ander die het slachtoffer met zijn neus op dat dode gewicht duwt. Het hermaken van het zelf, wat mijn collega's Eva Mulder... dan moet hij dit even zonder die laatste sheet doen. Even zit hij hier dan nog? Ja, ik heb ook misschien te veel op dat ding zitten. Kijk. Dan ben ik natuurlijk even kwijt wat ik ook wil. Ja, volgens mij zitten we wel goed. Dat is altijd zo'n raar moment. Hè? Dan sta je een beetje op zo'n ding te duwen en dan gebeurt er helemaal niks. Dan zie je allemaal mensen een beetje kijken van, wat komt er nou nog wat? Dan nog beter. Ja, kijk, doet deze het wel? Ja, kijk, hupsakee. Oké, waar was ik ook alweer? Hier, hè? Even een beetje kijken. Zijn jullie allemaal nog een beetje bij? Ja, dat gaat wel. Ja, kijk, ik heb een leesbril op, dus ik zie hier gewoon een soort waas aan mensen. Dus of mensen zitten te knikken, iedereen is op de voorste rij in slaap gevallen. Dat weet ik allemaal niet. Dus Dan is ook even een beetje verlichting. Het werd natuurlijk ook een klein beetje zwaar, hè? Dat is met het thema natuurlijk wel vaker, zeg maar. Dan kan ik een kleine kwinkslag tussendoor wel even geen kwaad. Goed. Het hermaken van het zelf, wat mijn collega's Eva Mulder, Pauline Aarte en ik ook wel hervertellen, restoring zijn gaan noemen, is de opgave waarvoor slachtoffers zichzelf gesteld zien. Daarin staat een soortgelijke vraag centraal als in deze oratie. Wat is mijn slachtofferervaring? Wat betekent het voor mij en voor wie ik ben? En in het proefschrift van Pien van de Ven omschreef zij het als een fenomenologische zoektocht, waarin Bryson ondervond nood te hebben aan not only the words with which to tell our stories, but also an audience able and willing to hear us. Hear our words as we intend them. Hierbij verwijzen naar de nachtmerrie van Primo Levi, van het schijnbaar onverschillige publiek en de eindeloze herhaalde scène van het onbeluisterde verhaal. Het is het fenomeen dat Lawrence Langer preempting, de Holocaust, noemde. Nog voordat de overlever op zoek kan gaan naar de woorden om zijn verhaal over te brengen, maakt het schema waarmee zijn verhaal ontvangen wordt, het daadwerkelijk horen ervan, al onklaar. Ik zeg hier met nadruk op zoek gaan naar de woorden waarmee het verhaal verteld kan worden. Zelfs een woordsmid als Primo Levi zei over zijn ervaring dat our language lacks the words to describe this demolition of a man. Het zoeken naar de woorden om te vertellen wat er is gebeurd, om de zin en betekenis te geven en om de verbinding met anderen te herstellen, is een cruciaal onderdeel van het hermaken van eenzelf. En hierbij is voor mij een onderscheid van Maurice Merleau-Ponty uit de Phenomenology of Perception wezenlijk. Wat ik voor het gemak en ook vanwege de tijdgebrek maar even platsla in het onderscheid tussen language en speech. In het eerste is expressie een begrip redelijk ongecompliceerd. We hebben de woorden om te zeggen wat we willen en we hebben het vertrouwen dat het ons publiek ze zal opvatten zoals ze bedoeld zijn. In het tweede, speech, moeten de woorden worden gezocht of zelfs uitgevonden worden. In het spreken en luisteren zelf worden nieuwe betekenissen gecreëerd. De spreker is zelf niet zeker van wat er uitgedrukt moet worden en zoekt ook in de luisteraar een partner om zelf te begrijpen of de woorden wel het juiste uitdrukken. Dat veel slachtoffers lotgenoten opzoeken om hun verhaal te delen, zal hiermee te maken hebben. Anderen die eenzelfde transformatieve ervaring hebben meegemaakt, hebben wellicht wel de competentie om te horen wat we proberen te zeggen. Het is hoog tijd voor een afronding, denk ik. De elevator pitch van het antwoord, wat is slachtofferschap, zou je kunnen geven als in de eerste plaats een ervaring van betekenisloosheid of van antibetekenis. Die in de tweede plaats bestaat in een tegenstelling tussen betekenis en bestaan.
En die in de derde plaats de cruciale rol van de ander in betekenisgeving blootlegt. Juist omdat het die ander is die die tegenstelling intentioneel creëert. Laat ik daarmee eerst even vaststellen dat hiermee de waarde zichtbaar wordt van het bezien van slachtofferschap als een fenomenologische methode. Wat leert slachtofferschap ons over de menselijke conditie in het algemeen? Ook lijkt het me hiermee mogelijk om een posit van de victimologie vast te stellen die slachtofferschap niet met trauma verwart, nog de slachtofferervaring afhankelijk maakt van een normovertreding. Het levert andere empirische onderzoeksvragen op, vragen naar betekenisgeving en verbinding met anderen. Het gebruik van taal en de wijze waarop hervertellen plaats heeft dan in veel huidig onderzoek naar de slachtofferervaring gebruikt is. Maar in al deze ervaringen lijkt het me belangrijk om te onderstrepen dat de victimologie als wetenschap niet moet veinzen het beter te weten dan slachtoffer zelf. De fenomenologische zoektocht draait om het vinden van woorden die passen bij de eigen ervaring van slachtoffers en is niet gebruikt bij een academische poging tot mansplaining hiervan. De vraag wat het slachtoffer in abstracte zou kunnen betekenen moet dienend en niet dominerend zijn over de betekenis van een concrete ervaring in het leven van slachtoffers. Dat is de bescheidenheid die victimologie als wetenschap steeds zou moeten sieren. En nu wil ik heel even uw geduld niet al te lang meer op de proef stellen, maar wel even de gelegenheid nemen om een aantal mensen te bedanken. Dat geldt onze rector Luc Zels en onze vorige en huidige decaan Bernard Tilleman en Wouter de Vroe van onze faculteit van recht en criminologie. Ik weet dat het recht en criminologische wetenschap is voluit. Voor het in mij gestelde vertrouwen. Het is een bijzonder voorrecht om aan de mooiste universiteit van de Lage Landen verbonden te zijn. De meest sprookjesachtige universiteitsstad ook. En dat geldt ook mijn naaste collega's. Ik kan niet zeggen hoeveel geluk ik heb gehad om niet aan één, maar aan twee van de beste criminologische instituten van Europa, zo niet de wereld, verbonden zijn. Dat geldt voor het Leuven Institute of Criminology en eveneens voor het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving in Amsterdam. En het rijtje namen dat ik daarmee genoemd zou kunnen worden is dus extreem lang. Maar laat ik in elk geval Stefan Parmetier, Ton Daams, Stefan Plezier, Letitia Paoli, Jeroen Maaschalk, Henry Otgar, Frank Verbrugge, Michel Panzervolta, Lore Meergaerts, Jolien Steenmans, Stijn Vivijs, Sonja Wellens, Natalia Subagio, Pieter de Witte, Geert-Jan Zuiter, Katrien Bijleveld, Chantal van den Berg, Arjan Blokland, Meike de Waard, Nieke Elbers, Beate Volker en alle andere collega's van de onderzoekslijn over herstelrecht en victimologie, de victimologiegroep bij het NSCR en de Metaforum werkgroep noemen. Speciaal wil ik ook de maatschappelijke partners met wie ik samenwerk, het European Forum for Restorative Justice, Leuven Restorative City, het Fonds Slachtofferhulp, Slachtofferhulp Nederland, ja, ik ben heel erg veel opsommingen nu aan het geven. Slachtofferhulp Nederland, Restorative Justice Nederland, Perspectief Herstelbemiddeling, de Bianchi Herstelrechtsstichting, Victim Support Europe, en hier zou ik ook echt eindeloos kunnen doorgaan. En daarnaast ben ik ook super trots dat vandaag een aantal van mijn grootste voorbeelden aanwezig zijn. Dat geldt dan met name voor Jan van Dijk, Mark Groenhuizen en Bert van Roermunt. En natuurlijk mijn voorgangers in Leuven. Lode Walgave kon er vandaag helaas niet bij zijn, maar Ivo Aartsen gelukkig wel. En mijn respect voor alles wat deze legende op het gebied van herstel in Europa bereikt heeft en nog bereikt. Zonder meer de hardwerkende emeritus die ik ooit heb meegemaakt, is sinds mijn komst naar Leuven alleen maar toegenomen. En die trots die geldt ook voor de aanwezigheid van verschillende van de volgende generatie victimologen of hersteldenkers. Ik zie Alice Bosma, tenminste ik zie ze niet, maar het staat op mijn blaadje dat ik ze zie. Ik zie Alice Bosma, Pien van de Ven, Valerie Peilman, Marleen Krachting, Freya Augstijn en Cheyenne Dunk in de zaal zitten. Wat een gigantisch voorrecht is het, was en is het om met jullie te mogen samenwerken. Dat geldt ook voor de vele vrienden die ik onderweg heb mogen maken. Er zijn een heel aantal die er vandaag niet bij konden zijn. Suzanne van der A, Monique Anderson, Maarten Kunst, Simon Green en Pauline Aert wilde ik daarbij. En ook voor mijn maatjes van buiten de wetenschap, Rutger en Steven. En voor de zoveelste keer in de laatste 25 jaar is dit wel weer een moment dat ik mijn lieve vriendje Hugo mis. En dat geldt ook het allerbeste vriendje dat ik maar kon wensen. Ik heb ons wel eens als de Basie en Adriaan van de criminologie omschreven. Maar Jaren Eski, ook al weet ik niet van wie van ons nu de acrobaat is. Ik kijk wel erg uit naar alle kattenkwaad die we nog gaan uithalen.
En dat kattenkwaad geldt ook voor de allerjongste generatie, die er vandaag helaas niet bij kon zijn vanwege de drukke agenda van de hedendaagse 12-jarigen. Er moet ook kung fu worden en Chinees geleerd en weet ik allemaal nog meer. Maar Yves, jij en José, de beste ex die ik me had kunnen voorstellen, zijn zonder meer het anker en kompas van mijn bestaan. En het is dan misschien ook geen toeval dat de laatste twee dankwoorden in naam ook doen denken aan mijn dochter. Dat geldt Evelien Klaas, zonder wie ik me echt geen leven in Leuven zou kunnen voorstellen. En Eva Mulder, die als geen ander in staat is ook mijn meest buitenissige gedachten af te maken. Af te maken inderdaad ook. Ook de gedachtegang van de oratie van vandaag komt voor een groot gedeelte weer uit onze gezamenlijke koker. En nu zou ik eigenlijk, ik heb gezegd gaan zeggen, maar heel, heel soms is minder dan een maand ook genoeg om met vertrouwen en heel veel anticipatie naar de toekomst te kijken. En dat geldt zonder meer voor jou en mij en voor ons, lieve Marieke. Ik heb gezegd.